ben Suzanne Veeneman en op 15 juni speel ik met mijn eigen band op Jazz de Gast in Zuidhoorn. Dat is voor mij het voor het eerst met mijn eigen muziek, mijn eigen composities, gaan spelen op het festival en ik kijk heel erg naar uit. Ik speel samen met Jo Driessen op tenorsaxofoon, Timothy van Chet op piano, Thijs Klaassen op contrabas en Wouter Kuhn op drums. Gisteren hebben we de eerste repetitie gehad en het ging hartstikke leuk. Dus ik heb er heel veel zin in. Heel veel erg. En daarnaast doe ik s'avonds ook niet mee met het Noordpoolorkest, maar ik heb een arrangement geschreven voor het Noordpoolorkest van een nummer van Dave Douglas. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dus voor mij ook voor het eerst. Wat iets over mezelf vertellen. Nou, ik speel dus trompet en bugel, jazz. En mijn muziek is een mix match van alles en nog wat. Dus kom naar Jazz de Gast in Zuidhoorn 15 juni. Ik speel in de middag en 's avonds kun je het Noordpoolorkest bewonderen. Hopelijk tot dan. Oké, doei!